Mooi zwemdiploma. Heerlijk. Zwem in diepe. Oké, jij heet Marjan, zie ik? Ja, Marjan. En je bent nu op de Canalet de Masterclass geweest. Ja. Ben je nou master in wietoliemaker geworden? Absoluut. En waar gebruik je het voor? Ik gebruik het voor mijn MS. MS? Ja, ik heb behoorlijk last van krampen. Oké. Okay. En die doen gewoon waanzinnig pijn. Dus ik probeer hiermee gewoon echt dat te voorkomen. Ik heb je net een druppel gegeven, hè? Reduceerde dat je pijn? Op het moment heb ik niet zoveel pijn, maar ik voel me wel heel relaxed. Verdacht relaxed. Verdacht relaxed. Ja. Oké. Okay. Enige ervaring met cannabis in het verleden of zo? Geen THC, nee? Maar CBD-olie. CBD-olie. Dat gebruik ik wel regelmatig. Ja. Hey, en die MS, hoe lang heb je daar last van? Ongeveer nu 11, 12 jaar. Zo? Ja. Is dat vooral pijn of zijn er ook andere dingen die je erbij voelt? Ik mag nog blij zijn dat ik er niet zo heel veel last van heb. Maar nu ik ouder word, krijg ik daar toch wat meer last van. Ook cognitief. Maar dan is het wel goed dat je dit nu hebt, want het zal waarschijnlijk de achteruitgang kunnen beperken. Absoluut, ja. Dat hoop ik wel, ja. Dat denk ik ook. Daar had ik nog eens over nagedacht. Ja, en ik denk dat je er ook wel langer goed blijft voelen. Dat hoop ik zeker, ja. Want depressiviteit is ook een ding dat te maken heeft met MS. Nou, daar heb ik niet zo heel veel last van, maar ik zeg altijd, mijn lijkstijfheid is al begonnen, dus ik probeer... Ik hoop dat gewoon die stijfheid, dat gewoon wat beter gaat worden. Oké, okay, hoe lang heb je stijfheid? Nou ja, eigenlijk vanaf 4 jaar geleden nu. Oké. Okay. Ja. En waar voel je die stijfheid? Gewoon benen, vooral benen. Benen, gewoon moeilijk lopen of zo? Lopen gaat prima, maar ik kan niet zo goed buigen. Ja. Ja. Oké, okay, dus want dat doet pijn of is dat gewoon stijf? Het is gewoon pijnlijk en stijf. Ja. En je merkt ook gewoon dat je een beetje instabiel wordt. Ja, dat heb ik ook wel last van. Oh, oké. Okay. Ja, met THC-olie word ik niet stabieler, denk ik. Ja. Nou, goed dat je het zegt, want ik ben erover aan het denken wat daaraan te doen valt in verband met iets anders. Oké. In verband met mensen met artrose en zo. Oké. En ik denk dat ik wel weet in welke richting ik het moet zoeken. Dus leuk. We houden je op de hoogte en waarschijnlijk over een paar maanden, als we iets gaan doen waar we het over gesproken hadden, dan kan ik je misschien iets melden. Super, nou, ik ben benieuwd. Ja, hartstikke ik vind het altijd een beetje dubieus om van tevoren allerlei dingen aan te kondigen. Ja. Maar ja, het is wel de waarheid. Ik ben ermee bezig toevallig. Leuk. Toeval bestaat niet. Wauw, inderdaad niet. Nee, dankjewel. Het had zo moeten zijn. Ja. Jij ook bedankt. Ja. Oké. Nou, je zei net iets over het feit dat je moeite hebt in je hersenen om dingen te ordenen en dat te maken heeft met MS. Ja. Wat ik een beetje apart vond. Ja. Hoe zit dat dan? Nou, ik kan tegenwoordig niet meer zo goed organiseren, structuur en dat soort dingetjes in mijn hersenen. Dat heeft te maken inderdaad met MS. Dat wil ik graag weer. Dat goed komt. Ja, nou, ik zei tegen jou dat je kan hoop koesteren op het feit dat het zenuwherstellend werkt, CBD Max, mm-hmm. of in ieder geval Centoani, ja. dat zenuwherstellend werkt, omdat we dat dus al bij een kennis van ons hebben gemerkt, die ineens weer richtingsgevoel heeft. Want vroeger verdwaalde die al als hij de straat uitreed. En had hij bij alles een tom-tom nodig. En nu kan hij alweer rijden zonder zo'n hulpmiddel. Hij weet de weg weer. En dat is vrij snel gegaan. Dat is in 2 maanden tijd. Terwijl het hele herstel waar hij al mee bezig was, dat heeft 13 jaar geduurd. Zonder dat het echt verdween. Ik ben zo benieuwd, want ik ben best wel tegenwoordig met de MS-vereniging ben ik in de weer. En ik ben niet de enige. Hè. Dat is een feest van herkenning als ik daar loop van, oh jeetje, hij heeft het ook. Het zijn allemaal mensen die eigenlijk gewoon continu in een rouwproces zijn. Oh. En die gewoon elke keer weer een stukje van zichzelf verliezen. Terwijl ze juist nog, ze zijn net zo oud als ik, dat is nog vrij jong. Ze zitten allemaal in de ziektewet, omdat ze het allemaal niet meer kunnen. En dat is gewoon jammer. Dus dat zou natuurlijk waanzinnig zijn als dit zou helpen.
Nou, stuur maar een paar mensen op af. Dan zullen we eens kijken of we kunnen beginnen met de pijn. Ja. En andere ongenoegens om dat te minimaliseren. Ja, misschien moeten we nog geen apart... alleen maar pijn. Hè? Het is meer gewoon in de hersenen. Dat is gewoon echt wat een groot ding is. Waar misschien niet heel veel aandacht aan besteed is. Nee, maar ik had hem ook niet door. Ja. Ik had hem niet door. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Dus als je een keertje wil komen met kennissen of wat dan ook. Of hier naartoe sturen. Ja. Ga gaan we eens kijken wat we kunnen doen. Ja, super. Dankjewel voor deze toegift. Ja, dankjewel. Op mediewiet.nl vind je al onze websites. De webwinkel cbdshop.nl met echt goede CBD. De kaartcompany met kaartjes voor cursussen en lezingen. Maar ook Facebook. En een assortiment van ruim 500 video's. Dat zijn instructiefilmpjes, maar ook video-interviews met patiënten die vertellen over hun ervaringen met wietolie in de praktijk. Dus kijken!